Het spreekt me enorm aan om voor de Almeerders te mogen werken. En met die woorden maakt Almere in 2015 kennis met hun nieuwe burgemeester, Frank Weerwind. Hij is dan nog burgemeester van de kleine Noord-Hollandse gemeente Velsen. En hij maakt een carrièresprong naar een van de grootste gemeenten van Nederland, Almere. Een paar maanden later laat hij voor het eerst ook zijn gezicht zien in de stad, op de hockeyvelden van de Almeerse. En daar doet Weerwind een belofte. Dat gaat echt geen weken duren, maanden duren, zo kort mogelijk na mijn installatie woningkeer. Maar voordat de ambtsketen is omgehangen, zorgt Frank Weerwind al voor commotie in de gemeenteraad. Hij kan namelijk geen huis vinden. En hij vraagt de gemeenteraad om ontheffing, zodat hij niet in Almere hoeft te wonen als burgemeester van de stad. Want het wordt qua tijd wel heel krap om een huis te vinden. Maar op 1 september tekent hij voor een huurhuis. En een week later is Frank Weerwind dan eindelijk burgemeester van Almere. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Mij is één ding geleerd door mijn vader. Als je een plek aantreft, mag je altijd je best doen om het mooier achter te laten dan dat je aantrof. Dat wil ik ook de komende jaren doen. Want ik ben niet een tussendoortje die even komt en dan voor het hogere geroepen wordt. 2 maanden na zijn installatie wordt de wereld opgeschrikt door bloedige aanslagen in Parijs. De aanslagen worden opgeëist door Islamitische Staat, IS. Deze lafhartige aanslag mag er niet toe leiden dat wij in Europa, in Nederland, in Almere, in angst gaan leven. Terwijl de voltallige gemeenteraad vlak daarna uitspreekt dat er eigenlijk geen onverdraagzame salafistische islamitische sprekers welkom zijn in de stad, kan en wil Weerwind daar niets aan doen. Ik kan mij niet voorstellen dat de Almeerders een burgemeester zouden willen hebben die lak heeft aan de grondwet. Het is kenmerkend voor de formele Weerwind. De procedures moeten kloppen. In de zomer van dat jaar wordt Almere geteisterd door een golf van geweld in het busvervoer. Bussen werden bekogeld met stenen, chauffeurs overvallen. En dan maakt Almere ook kennis met een heel strenge Weerwind. Mensen moeten zich gedragen, jongeren moeten zich gedragen, jongvolwassenen moeten zich gedragen. Dit doe je niet. En ik kan alleen maar één belofte doen. Doordat we er kort bovenop zitten, proberen we ze bij de kladden te pakken en zo snel mogelijk aan te houden en vervolgens voor te leiden en dan doet de rechter zijn werk. Weerwind naast streng en rechtvaardig, ook betrokken en warm. Een 10-jarig Almeerse. Een prachtig kind. Een meisje dat dol was op het leven. Naar school ging. Voetbalde, speelde met haar vriendinnen en nog zoveel voor de boeg had. In 2018 werd er in Almere voor het eerst een ketikotti gevierd. Een feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. Dat is een mooie mijlpaal voor Weerwind die zich al jarenlang inzet voor meer aandacht voor het slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving. Laten we ook beseffen dat er onderscheid in deze samenleving is. Dat er glazen plafonds zijn en blijven. Op scholen, op universiteiten, in de magistratuur, in de geneeskunde, bij de overheid. Waar Weerwind zich voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzet op digitalisering, is in zijn eigen gemeentehuis lang niet alles op orde. Complete mailboxen van vertrokken wethouders en topambtenaren zijn gewist. En dat mag niet. En dat dan weer niet vertellen aan de gemeenteraad, mag ook niet. Zoals ik net aangaf, dat is de kennis van nu. Ondanks deze politieke doodzonde bleef Weerwind aan. De mailboxaffaire speelt tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen. Daar komt D66 als grote winnaar uit de bus. Weerwind schreef mee aan het verkiezingsprogramma en hoort nu bij de absolute top van de politieke partij. Terwijl de formatie zich voortsleept en het zicht op een nieuw kabinet ver weg lijkt, gaat Frank Weerwind op 27 augustus 2021 op voor zijn tweede termijn als burgemeester van Almere. Een plek in een nieuw kabinet sluit hij uit. Ik heb een klus te doen in Almere en dit staat absoluut niet in mijn agenda op dit moment. Maar nu 3 maanden later is de klus geklaard en is Frank Weerwind beëdigd als minister voor rechtsbescherming. En daarmee is vanaf vandaag Almere burgemeesterloos. En naar Almere zeg ik, u bent in mijn hart, u blijft in mijn hart. Ik blijf werken voor het publieke belang, niet alleen voor de stad Almere, maar nu ook voor Nederland.